Op de stormachtige donderdagavond was de opening van de bekende boekenbeurs van de Grote Kerk. Liefhebbers en boekenfanaten konden voor een symbolisch prijsje een nieuw boek aanschaffen. Mijn Zet ging op zoek naar de nieuwsgierigste boekenworm van Zwolle. Wat is uw passie voor boeken? Wat is uw passie voor boeken? Dat is een goede vraag. Ik denk dat ik het gewoon fijn vind om boeken te lezen, om in mijn eigen hoofd weg te kruipen in een andere wereld. Dat is echt wel iets wat ik waardeer. Meer nog dan in films of in series of zo. Is dat in boeken wel erg fascinerend, ja. Ik heb niet zozeer een passie voor boeken, hoor. Ik lees niet zo heel veel. Nee, ik zoek een bepaalde categorie boeken vooral. En daarna kijk ik nog even of ik hier nog wat kan tussen vinden. Maar, ik ben niet leesverslaafd, om het maar zo te zeggen. Maar ik vind het wel heel mooi om mooie boeken te hebben. Ja, je bent wel op de boekenbeurs. Ik ben wel op de boekenbeurs, ja. Maar dat is vooral omdat ik bepaalde boeken graag in mijn kast heb staan. Mevrouw, wat zoekt u? Wat zoekt u? Boeken over handwerken. Bent u een echte boekenworm? Ja, een planken die buigen bijna door. En als ik eens genoeg heb van een boek, dan kan ik ze altijd hier weer naartoe brengen. Recycling gewoon. Nou ja, recycling. Ze worden niet kapot gemaakt, maar dan kun je een ander er weer een plezier mee doen. U loopt hier met een tas. Ja. Gaat u zoveel inslaan? Nee, je weet maar nooit wat je tegenkomt. Hè? Dus ik ben overal op voorbereid. Bent u een echte boekenfan? Ja, boeken, platen, cd's. Dus diverse dingen die hier te koop zijn, die hebben mijn interesse wel. Dus. Ja. Gaat u vaker naar zo'n beurs daarvoor? Ja, ik ga wel vaker kijken naar dit soort boekmarkten, platenmarkten, vlooienmarkten. Overal waar oude boeken en platen te koop zijn, daar ga ik wel naartoe, ja, als dat in de buurt is. Waarom is dat dan zo uw passie? Ja, dat heb ik eigenlijk altijd wel gehad. Ja. Ik ben gek op muziek, dus vandaar de platen en de cd's. En boeken vind ik ook leuk. En het liefst dan ook boeken over kunst of muziek. Dus dat blijkt ook al wat ik nu gevonden heb. Dus, boek over John Lennon. Boekje over platen. Albumcovers. En nog een kunstboek. Dus, ik heb in ieder geval weer iets gevonden. Leesliefhebbers kunnen hier nog de hele zomer hun hart ophalen. De opbrengst van het boekenfestijn gaat naar de spaarpot van de Grote Kerk.